daar, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Ja, en deze zou wel moeten passen. Oh, dag Jungle Club vrienden. Vandaag in Ouwe Hans Jungle Club ga ik in mijn boomhut een liedje componeren over de zeeleeuwen. Nou ja, dat en nog veel meer, dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboebil die helpt je van de regen in de drup, met alle dolle dieren in de Jungle Club. Ja, binnen! Hé, hey, Bamboebil, je moet meteen meekomen, er is iets heel bijzonders gebeurd. Dierendirk, ik ben net een liedje aan het compositeren, een liedje aan het maken. Ik kom nou gelijk mee, ik moet het je laten zien. Oké, dan. Kijk, Bamboebil, er is een klein zeeleeuwtje geboren. Oh ja, fantastisch, Dierendirk. En toevallig ook. Hoezo toevallig? Nou, ik was net een liedje aan het componeren over zeeleeuwen. Alleen ja, de tekst, die doe ik er wel even spontaan bij. Hou eens even vast. Zeeleeuw, oh, zeeleeuw. Springen door een hoepel met een vaartje. Spelen met een bal, sturen met hun staartje. Op zijn neus een bal, dat kan hij goed. Door zijn snorharen weet hij hoe of dat moet. Zeeleeuw. Uit zijn moeder of uit een schelp. Zeeleeuw, oh, 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 zeeleeuw. Kleine oortjes en een zwarte vacht. Luistert goed met zijn haartjes zacht. Huilen en blaffen, ze maken veel geluid. Ze liggen vaak te maffen of spelen met een bal op hun snuit. Snuit, zeeleeuw. Door een hoepel met een vaartje of spelen met een bal, sturen met hun staartje. Zeeleeuw, oh, 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 zeeleeuw. Dan weer droog en dan weer nat, zwemmen en spelen in zee of een bal. Zeeleeuw, oh, oh, zeeleeuw, zeeleeuw. Hey, daar is Bamboebil. Bamboebil. Hey, Hans de Visserman, daar ben ik dan. Ik kom een aquarium en mijn vissen ophalen. Ja, Bamboebil, daar heb ik nog eens over nagedacht. Maar dat moeten we eigenlijk zorgvuldig aanpakken. Ik had eigenlijk gedacht om jou eens mee te nemen naar een hele grote winkel waar ze heel veel vissen hebben. Wat zou je daarvan denken? Nou ja, dat lijkt me leuk en ik heb toch nog wel even tijd. Maar waar gaan we naartoe dan? Naar een groothandel in tropische vissen. Nou, ga je mee? Lijkt me hartstikke leuk. Ongelooflijk, Hans. Wat een hoop aquariums en een hoop vissen. Ah, dat is een grappig visje. Ja, Bamboebil, dat is een heel leuk visje. Dat is een Botia macrocanta. Hoe? En wij noemen dat in het Nederlands een clownsvisje. Een clownsvisje? Ja, grappig visje, kan je ook zien. Heel vriendelijk in het aquarium, doet niemand geen kwaad. Echt iets voor jou. Oh, nou, maar ja, we hebben hier zoveel vissen. Laten we ook nog even verder kijken. Prima.
Een clownsvis, hè? Dat is altijd leuk natuurlijk. Oh, maar Hans. Dit is ook heel bijzonder, hè? Die vissen die hebben een lantaarn bij zich. Ja, Bamboe Bill, dit zijn Paragyrodon axelrodi. En wij noemen die dan kardinaal tetraatjes. Het is een beetje een familie van de neon tetra. Erg mooi, super vriendelijk en heel leuk om in een schooltje te houden. Oh, erg leuk. Heel leuk, ja. Ik zal het thuis nog allemaal eens nalezen. Maar het zijn bijzondere vissen. Hebben ze echt een licht bij zich? Nee, dat is de reflectie van het licht. Ook net als achter op mijn fiets? Precies hetzelfde. Oh, wat zijn ze mooi, hè? Wat een gezellige vissen ook allemaal, hè? Oh, dit zijn ook hele mooie. Hoe heette die? Dit is de Cirrosomus natri. Oh, je bedoelt de piranha. Juist, de piranha. Levensgevaarlijke vissen. Hans, ze zijn toch gevaarlijk? Ja, heel gevaarlijk. Deze kunnen echt bijten. Bijten? Dus ik denk niet dat dat voor jou een geschikte vis is. We krijgen ze binnenkort ook in mijn park, hè, piranha's. Heel leuk. Ik zal er eens goed op letten. En vooral ook op mijn vingers letten, hè, want levensgevaarlijk. Uitkijken met voer, hè? Uitkijken met voer. Niks voor mijn aquarium, denk ik, hè. Heb je misschien ook iets kleiners? Kom op, gaan we verder. Kijk! Oh, Hans. Dit is volgens mij de Pusilobricon reticulatus. Juist, Bamboe Bill. Wij noemen dat het guppie. Gup. Ook goed. Luister, deze vis, kan ik hier nou niet mee beginnen? Dit is eigenlijk de ideale vis voor jou. En ik denk dat dat ook het meeste kleur in je aquarium brengt. Ja, prachtig. Luister, ik zou wel zo'n hele school willen, een stuk of 100. Zullen we daarmee beginnen? Nee, Bamboe Bill, dat kan niet. Je moet er 6 nemen. 3 vrouwtjes en 3 mannetjes. 3 vrouwtjes, 3 mannetjes. Dus we beginnen eigenlijk met een klein klasje en dat wordt uiteindelijk wel een school. Een hele grote school zelfs. Ik vind ze prachtig en ook mooi en sierlijk en kleurrijk. Oh, geweldig zeg. Maar we hebben er nog veel meer. Oh, nou, laten we even verder kijken. Ja, Bamboe Bill, je moet natuurlijk wel je aquarium goed schoonmaken. Goed schoonhouden, ja. Maar daar heb ik wel wat voor. Een aquarium schoonmaker. Oh, je bedoelt hem? Nee. Een vis. Kijk. Vis? Dit is een aquarium schoonmaker. Die zuigt de algjes van je raam af. Hoef je niet zoveel te werken. Wat bijzonder. En die hangt met zijn mondje aan het raam. Juist. Hij zuigt het raam schoon. Oh, geweldig. En die kan ook gewoon in mijn aquarium. Geen probleem. Geweldig. Nou, doen we er ook bij. Goed zo. Oh, mooi. Vissen. En nog eens vissen. Kan ik de visjes ook gelijk mee naar huis nemen? Nee, Bamboe Bill, dat gaat niet. Dit is een groothandel. Een groothandel? Ik zie allemaal maar die hele kleine visjes. Nee. Dit is een zaak die verzamelt alle vissen. En die brengt de vissen dan weer naar jouw winkel. Nou, zien we elkaar gewoon weer in de winkel. Is helemaal goed, Bamboe Bill. Bedankt, hè. Tot de volgende keer. Hoi. Hans, je had wel gelijk, wat enorm veel vissen, hè? Maar vind je het erg dat ik er nog een nachtje over slaap? Want ik kan eigenlijk niet kiezen. Nee, uiteraard, Bamboe Bill. Het is zelfs beter om eerst je aquarium neer te zetten en daarna pas je vissen te komen halen. Dat is een goed idee. Dan neem ik nu alvast het aquarium mee. Kom, gaan we eens kijken. Oh, dat zijn allemaal leuke spulletjes. Kijk. Een avontuurlijke boot en een avontuurlijke duikersklok. Oh, die is ook mooi. Dat is een rots. Oh, dat is leuk voor in het aquarium allemaal, hè? Nee, Bamboe Bill. Dat kan niet allemaal in je aquarium. Dan blijft er geen plek voor die vissen over. Nou, dat zullen we wel eens zien, hè? Oh, kijk, Hans de Visserman. Dit is een mooi aquarium. Dit wordt hem. Zie je nou wat dat niet past? Ja, daar heb je wel een punt. Nou, dat huisje dan maar niet. Daar staat al een rots in, dat wordt hem ook niet. Die boot die is al gezonken, dus... Maar die duikersklok, die is avontuurlijk, hè? Ik heb er thuis ook een. Inpakken en wegwezen. Oké. Zo, Hans de Visserman, zet jij het aquarium maar even achter in eend. En deze avontuurlijke duikersklok, die hou ik zelf al vast. Zo. Dat was me wel weer wat, hè? Al die vissen is ook moeilijk kiezen natuurlijk, hè? Doet me trouwens denken aan de prijsvraag van deze week. Weet jij wat voor een vis Nemo is? Stuur dan je antwoord naar post@jungleclub.nl. En als je wint, dan mag je hier op bezoek komen. Dan mag je Nemo zelf komen bekijken. Of al die andere dieren in mijn park. Zeg tot de volgende Jungle Club, hè? Doei, daai!
Bill die helpt je van de regen en de drup. Dus we zien je snel weer in de jungle.